Onderwijs is vandaag de dag belangrijker dan op enig ander punt in de geschiedenis. En toch zakken studenten vreselijk snel. Geweld op scholen wordt erger en erger. Het percentage van drop-outs loopt wel op tot 55%. En de meeste drop-outs wenden zich maar al te vaak tot drugs en misdaad. Miljoenen die slagen zijn functioneel analfabetisch. Niet in staat om een simpel aanvraagformulier in te vullen. Laat staan zich weten te handhaven in dit technisch gevorderde tijdperk. Om deze crisis op te lossen worden maatstaven verlaagd, testen versimpeld. En overheden geven honderden miljarden aan het probleem uit. Maar nog erger zelfs is dat miljoenen kinderen vals gelabeld worden en gedwongen worden om krachtige psychiatrische drugs te nemen. Het resultaat? De neerwaartse spiraal van onderwijs gaat ongehinderd door. Maar er is een oplossing voor studenten die zakken en analfabetisme. Met een organisatie die het gehele gebied van onderwijs revolutioneert. Applied Scholastics brengt effectief leren overal naar onderwijzers en studenten. Het is in 1972 opgericht door Scientologen, die leraren en professoren waren. Applied Scholastics is vandaag de dag een wereldwijd seculair netwerk van scholen, bijlesdiensten en leraartrainingsprogramma's, gebruikmakend van L. Ron Hubbard's mijlpaal onderwijsdoorbraken, bekend als studietechnologie. Het pakt falend onderwijs bij de wortel aan door studenten te leren hoe te leren. Door ze de exacte gereedschappen te geven om alle leermoeilijkheden te identificeren en te overwinnen. Het kan bij elk onderwerp gebruikt worden en op elk niveau van onderwijs. De successen met studietechnologie zijn ongeëvenaard. De complete omkering van de aantallen die zakken in hele scholen. Studenten gaan er qua leesniveau 4 jaar op vooruit in slechts enkele maanden, worden volledig geletterd en voorbereid om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Aan de voorhoede van deze wereldwijde geletterdheidsbeweging staat Applied Scholastics internationale hoofdkwartier en trainingscentrum. Professionals vanuit het Middenwesten tot het Verre Oosten leren hier niet enkel studietech. Ze leren hoe ze anderen erop moeten trainen. En brengen het zo naar studenten en onderwijzers over de gehele wereld. Er zijn honderden regionale programma's van Applied Scholastics, zoals Lily's Learning Place, met naschoolse hulp voor studenten in Wichita, Kansas. Het Learning, Education and Ability programma, een door de staat gesteund bijlescentrum dat ook officiële lerarenopleidingen levert. The World Literacy Crusade, gestart door eerwaarde Alfredi Johnson, die de geletterdheid van de binnenstad adresseert door middel van haar afdelingen in tientallen steden over de hele wereld. En de Hollywood Education and Literacy Project, die in het hele land erkend is als een model voor bijles en advies geven, met centra op 3 continenten. Onderwijzers die getraind zijn door Applied Scholastics brengen de tech naar de klaslokalen, met gehele openbare en privé leerplannen gebaseerd op studietechnologie. Van de overheidsgesubsidieerde scholen in Denemarken tot het netwerk van Delphi Academies door heel Amerika. Waar studenten academische testresultaten behalen die een derde hoger zijn dan het nationale gemiddelde. Applied Scholastics onderwijzers brengen studietechnologie ook op landelijk niveau in gebruik. Zoals Mongolië, waar het ministerie van Onderwijs studietechnologie inbracht bij alle scholen in het land. In Ghana hielp de overheid om het L. Ron Hubbard Leercentrum te vestigen, om de technologie naar al haar mensen te brengen. En in landen door heel Afrika leveren onderwijzers studietechnologie in klaslokalen in zelfs de meest afgelegen plattelandsgebieden. Scholen die de technologie gebruiken laten het slagingspercentage 4 maal toenemen in enkele maanden. En staatshoofden erkennen dat studietechnologie het onderwijsstandaard van het gehele continent verhoogt en implementeren het daarom als nationaal beleid. In totaal heeft Applied Scholastics tienduizenden onderwijzers getraind en wereldwijd miljoenen studenten bereikt. En zo groeit het Applied Scholastics netwerk met een snelheid groter dan ooit tevoren, met honderden scholen en groepen. In maar liefst 60 landen op 5 continenten.
Deze wereld heeft de oplossingen voor analfabetisme enorm hard nodig. De oplossing is studietechnologie. Iedereen kan studietech leren om anderen ermee te onderwijzen. Om een gemeenschapscentrum te openen. Of samen te werken met een Applied Scholastics groep. En zo de stralende hoop vooruit helpen van een betere civilisatie voor de mens.